Mijn naam is Robin Stuyver en ik kom direct van de HAVO af en ben toen begonnen met de opleiding Management van de Leefomgeving. In deze opleiding leer je eigenlijk alles over de buitenruimte en die ga je inrichten, plannen en beheren om een zo goed mogelijke leefomgeving te maken. Mijn naam is Frauke Zijlstra. Ik kom uit Grevenbeek, een klein dorpje in Limburg. En ik heb hiervoor de HAVO gedaan. Het eerste jaar is eigenlijk een heel breed jaar. Je leert eigenlijk alles over de verschillende specialisatierichtingen. Dus je gaat je technisch bezighouden met programma's als AutoCAD en GIS. Maar je gaat ook beginnen met het ontwerpen. Dus gewoon oefenen met tekenen, oefenen met hoe iets eruit kan komen te zien als je het op papier brengt. Maar ook de planningkant, dus economie en omgangskunde met mensen. Dat komt ook al in het eerste jaar voor. Doordat je van alles iets doet op deze opleiding in het eerste jaar, ja, kun je daarna een gerichte keuze maken en weet je zeker dat een bepaalde richting goed bij jou past. Het leukste project vond ik het ontwerpen van een vakantiepark. En daar ga je met de kans op knelpunten van het gebied aan de slag om uiteindelijk een werkend vakantiepark te maken met een bijpassend concept en een visie en een doelsoort en een doelgroep. Dus daarin komt even alles helemaal samen wat je in de afgelopen studieperiode hebt geleerd. Ja, en het is heel leuk als er dan een vakantiepark uitkomt wat klopt, wat werkt en ja, wat ook die aantrekkingsfactor heeft van daar wil ik naartoe. Onze lesvormen zijn eigenlijk heel informeel. Je hebt wel een aantal colleges, maar het meeste is gewoon je zit aan een schetstafel en begin maar te werken. In de schooltuin hebben we ook nog praktijkonderwijs. Want je kan niet zomaar een bepaalde plant in een projectgebied zetten. Je moet wel weten dat die plant het doet in het projectgebied. Dus daar leer je ook echt de toepassing van de planten, maar ook in de context waarin ze staan. In jaar 3 is het tijd voor stage en minor. Ik loop stage bij Arcadis in Amersfoort. Het is een wereldwijd ingenieursbureau met architecten, landschapsarchitecten, bouwkundigen, stedenbouwers, noem het allemaal maar op. Het is echt van alle markten thuis. En ik zit bij team landschap en stedenbouw. Nou, ik loop daar eigenlijk mee met allerlei verschillende projecten. Dus de ene dag dan neemt die collega mij op sleeptouw, zeg maar. En de andere dag dan misschien loop ik wel een weekje mee met één project. Ja, ik heb echt van alle projecten wel iets meegepakt en daar leer je wel echt het meest van, die afwisseling. Nou ja, als je in het werkveld terechtkomt, dan heb je best wel veel opties nog. Je kunt natuurlijk gewoon bij een bureau gaan werken waar je landschapsarchitect wordt of stedenbouwer. Maar je kan ook bij de gemeente terechtkomen of bij een natuurorganisatie. Je kunt beplantingsplannen maken, je kunt een eigen onderneming starten, je kunt aardrijkskunde docent worden. Je hebt zoveel kennis van het landschap, dus dat zit er ook wel in. Ja, de opties zijn eigenlijk wel heel breed. De combi van met je handen werken en lessen volgen en daarbij ook nog het vele buiten zijn, de vele excursies, het echt proeven van je projectgebied. Dus door projectgebied ook echt intensief te gaan bezoeken, niet één keer, niet twee keer, maar wel vaker, om een goed beeld te krijgen, dat is heel fijn. Want daardoor zit je niet alleen maar achter je bureau. Het hele team en docenten hier is echt heel kundig en ja, heel gezellig. Dus je hebt echt het idee dat je met collega's zit, zelfs ja, soms wel met vrienden. Mensen die die affectie hebben met natuur en daar eigenlijk iets mee willen doen, die kunnen hier heel goed terecht. Ik raad aan om een proefstudeerdag te doen, dus dat je meeloopt met een paar studenten. Dat je echt de sfeer proeft op de Hasse Hogeschool. Ja, vooral de opleiding zelf leer je op die dag heel goed kennen. Je leert ook de docenten kennen, dus daar maak je al een bepaalde kennismaking mee. Maar ook je ziet wat voor type studenten hier rondlopen en ja, dat klikte voor mij heel goed. Als je je fijn voelt op een school, dat doet heel veel. Dus toen ik hier aankwam en een dagje mee ging lopen, toen dacht ik wel van ja, het zit er echt wel goed hier.